Burgemeester Verheijen van Wijchen riep in zijn nieuwjaarstoespraak op om als maatschappij de verbinding te herstellen. Hij uitte in zijn toespraak zorgen over het ontstaan van de gele hesjes en zijn zorgen gaan over hoe mensen zich niet gehoord voelen. En hij legde een verband met de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, eigenlijk om de gele hesjes ook even uit het verdomhoekje te halen. Omdat ik vind dat daar wel heel makkelijk de gele hesjes en de protesten in die richting zijn geschoven. He, alsof het alleen maar mensen zijn die aan het rellen willen en rotzooi willen trappen. Terwijl de boodschap daarachter, en dat is vooral de boodschap die we vanuit het Franse en vanuit het Belgische hebben gehoord, een boodschap is die men wel raakte. He, dat er toch een grote groep mensen is die zich niet gehoord voelt, die zich niet vertegenwoordigd voelt door de politiek, die zich genegeerd voelt bijna. En dat verbond ik aan een andere constatering die ook hier helaas in Wijchen geldt, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, en dat is toch een verkiezing van een democratisch lichaam wat heel dicht bij burgers zou moeten staan, dat ook hier in Wijchen 48% van de inwoners niet de gang naar de stembus heeft gemaakt, niet heeft gestemd. Ook roept hij inwoners van Wijchen op om te stemmen tijdens de aankomende Europese verkiezingen, in de hoop dat men realiseert wat Europa symboliseert. We leven al 70 jaar in vrede, veiligheid en in ongekende welvaart. Dit hebben we in de afgelopen eeuwen nooit meegemaakt in Europa. Juist dat gegeven, dat baart zoveel zorg als je ziet dat na de Europese verkiezingen, de deelname daaraan, nou, ik hoop dat we iets meer dan 40% halen. Maar mensen realiseren zich nauwelijks nog waar dat Europa voor staat. En ook dat is een opdracht aan ons allen om dat meer uit te dragen, meer te vertellen. Naast het ingaan op de serieuze onderwerpen benadrukte de burgemeester ook datgene wat goed gaat in de gemeente. Een van die succesverhalen is Toon Jansen van de leefbaarheidsgroep Herne Leur. Hij werd gehuldigd voor zijn verbindende werk in de kernen. Hij niet alleen, maar al die mensen die achter hem, samen met hem in Herne en Leur en samen ook met Bergharen, werken aan de leefbaarheid in de kleine kernen van onze gemeente.